Rondje achteruit, een nieuwe editie hier op de PTK. Welkom bij de laatste of de ene laatste. Moeten we even kijken. We gaan het hebben over Halloween, mensen. Halloween is voor de pretpark-YouTubers altijd een belangrijke tijd. En vorig jaar was de bedoeling om naar Bobbejaanland te gaan met z'n allen in 2018. Maar dat is er niet van gekomen. Tenminste voor mij niet. Mijn opa die overleed toen de tijd en ja, daar had ik het moeilijk mee. En ik moest daar op die dag dat ze naar Bobbejaanland gingen, was de begrafenis van mijn opa. Moet je bij zijn, dat is heel simpel. En, maar dit jaar kon het wel plaatsvinden, was niks aan de hand. En nou, Kelvin wilde ook gaan naar Movie Park. En Movie Park was ons eerste programma om naartoe te gaan. En ik hou niet zo van spookhuizen wat met live action. Tenminste, als je in een karretje zit. Maar ik ben erachter gekomen dat ik er wel van hou als ik los rond kan lopen. En dat hebben we daar gedaan, mensen. Wat hebben we een leuke vlog neergezet. Als je hem nog niet gezien hebt, moet je hem zeker even kijken. De vlog van Movie Park. Jeffrey had een hele duidelijke taak in de vlog. Dat was het serieuze. Jeffrey weet heel veel van films af. Kan heel goed de verhaallijn ontdekken. Heeft heel veel informatie. Omdat hij echt, echt ontzettend leuk vindt het Halloween gebeuren. En dat kwam heel erg goed tot zijn recht in die vlog. Hij had heel veel informatief. En ik was gewoon de leider van de vlog. Dat was mijn taak. En Kelvin was degene die het zo af en toe een beetje opleukte. De taakverdeling was niet helemaal lekker in de Movie Park vlog, maar het ging wel leuk. We hebben leuke spookhuizen gehad. Fantastische spookhuizen. Wat lag het niveau hoog? Wauw, geweldig. Mooie spookhuizen gedaan. Ja, je weet het nog, we hebben een top 3'tje in die vlog gezet. Kijk die vlog opnieuw als je het echt wil ervaren. Het was magnifiek. Wat heeft Movie Park dat fantastisch gedaan. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Prachtig. Dat was echt mooi. Ja, verder, was een fantastische dag. Gewoon, we hebben veel attracties ook kunnen doen. Tenminste, redelijk wat attracties. Van Helsing Factory hebben we gedaan. Topspin hebben we gedaan. Free Fall Tower hebben we gedaan. De Rapid hebben we gedaan. Fantastisch. Lockfilm hebben we s'avonds nog gedaan. Alle spookhuizen behalve. Hoe heet dat ding ook alweer? Die zaklampen. Even de naam kwijt. Kijk de vlog maar, dan weet je alles. Het was fantastisch. Heel leuk. En dat smaakte naar meer. En dat was de week daarna. Bobbejaanland. Heel gek was ook in Bobbejaanland dat wij herkend werden door personeel van Bobbejaanland. Hebben we nog positief staan praten bij de Welfelijk. Dat is wel leuk. Komen we ook vaker, denk ik, aankomende jaar. Want we hebben een abonnement op Slagharen genomen. Vanwege omdat we ook gratis in Bobbejaanland mogen. Dus, en ook in Movie Park trouwens. Dus in Movie Park ga je denk ik dit jaar ook nog een vlog van zien hier op dit kanaal. Ik denk dat het heel veel Bobbejaanland wordt. Movie Park en misschien Slagharen een keertje. En voor de rest laat je verrassen. We hebben nog wel wat dingetjes in ons achterhoofd zitten qua pretpark. Want we willen wel iets meer met pretpark gaan doen. Want ik vind het toch wel leuk. Je kan zoveel in een pretpark qua vlog, daar kan je zoveel uithalen. En dat is ja, mooi. Dat is echt wel mooi. En dat hebben we in Bobbejaanland ook laten zien. De Bobbejaanland vlog had humor, serieusiteit, alles, heel dat, die was compleet. En dat soort vlogs, die wil ik het liefst maken. Complete vlogs, dat is het mooiste dat je kan maken. En dat lukt de ene keer wel en de andere keer lukt dat niet. En in het Park Asterix was dat toen al gelukt. Het was echt ook een complete vlog geworden. En nu in Movie Park en in Fantasialand was het trouwens ook gelukt. En een Movie Park en een Bobbejaanland was dat ook gewoon gelukt. Dat was een complete plaatje, serieus en niet zo serieus. De combinatie was goud, magnifiek en magnifieke spookhuizen daar. Een Welp die geweldig was, een Yummy die geweldig was, Xonar die geweldig was. Het was een fantastische dag daar in Bobbejaanland. En we hadden een Fastlane pas zelf allemaal aangeschaft. En we hopen we dat we volgend jaar uitgenodigd worden door een paar parken. Daar gaan we in ieder geval wel ons best voor doen, want we willen dit elk jaar terug laten komen. Want ik vond het zo geweldig en Jeffrey vindt het zo geweldig en Kelvin vindt het zo geweldig. Dus met deze drie gaan we sowieso volgend jaar twee pretparken doen. En eigenlijk wil ik er drie gaan doen. Ik wil eigenlijk Toverland volgend jaar gaan doen, maar ik klem me daar nog niet op vast. Walibi Holland en Walibi Belgium, dat zijn de wensen. En daartussen zou misschien nog een Movie Park kunnen als we er uitgenodigd worden of een Bobbejaanland. En misschien dan de maand oktober heel weinig kermissen. Dat ik gewoon kermissen laat vallen, bijvoorbeeld een Oostende laat vallen of zo. Moet ik even kijken, moet ook even kijken wat de lijst
doet. Maar ik vond het zo onwijs gaaf. Zo gaaf om te doen. Het Halloween spektakel. Dat was heel mooi. Nou ja, toen hebben we nog een pretparkje gedaan. Slagharen. Eerst natuurlijk Koevoorde hadden we nog gedaan met Rick. Ik wilde Rick al heel lang weer in de vlogs hebben. En de laatste vlog die we opnamen was in Woerden. En dat was een vlog die nogal op het randje lag. Deze vlog lag ook op het randje, maar niet zo extreem als daar. En dat was een hele leuke vlog geworden. Ik zat zo schuimlaag lag eroverheen. Er zijn heel mensen omstanders in de vlogs geweest. We hebben de Formule 1 booster gedaan. We hebben de Crazy Series gedaan. Was te gek daar in Koevoorde. Ik was daar op vakantie trouwens in de Hutte Heugde. Anders was ik er niet naartoe gegaan, want dat is veel te ver rijden. Drenthe, dat is voor mij 3 uur rijden. Dus dat ga ik niet eventjes vanuit mijn eigen thuislocatie doen. Nou ja, toen nog de volgende dag naar Slagharen. Ook met Rick. Rick had gezegd, ik ga wel mee. Nou, Kelvin die kwam. En mooi man. Vanaf minuut 1... ook weer daar, combinatie, serieus, niet zo serieus. Mooi man. En dan heb je de mascotte van het park, die cowboy. Dan heb je nog in de vlog zitten. Leuke vlog geworden, echt een leuke vlog geworden. Ja. Dat zijn nou echt die vlogs dat je dan zit je te monteren en denk je, ah, wat een gekkigheid. En tuurlijk, kijk, Rick is iemand die heel graag mensen een beetje voor gek zet. Die maakt een grap over mensen, weet je wel. Dan moet je tegen kunnen. Maar het is allemaal met een knipoog, weet je, want leuk dagje. Slagharen is altijd leuk om te doen. Cold Rush een paar keer gedaan. Al die oude kermisattracties, de Condor en ja, fantastisch man. Dat soort attracties, die Schwarzkopf Enterprise en dan die Monster 2 Polyp. Ja, dat is geweldig man. Dat is mooi. Dat is echt een leuk park ook om te doen. Je moet er niet te vaak naartoe gaan. Maar het is gewoon een leuk park om eens 1 keer per jaar te pakken of zo. En we willen eigenlijk ook met Drievliet willen we dat een keertje gaan doen. Om Drievliet een keertje te doen. Ook daar staan weer. Er staat er bijvoorbeeld een autobussing breakdancer, stardancer dan. Er staat daar een afterburner. Ja, dat is Formule X. Schijnt een hele goede achtbaan te wezen. Willen we ook een keertje doen. En zo zijn we bezig met wat meer pretparkjes ertussen te voegen. Zo is er dit jaar ook een of ander plan met Walibi. Niet de Friday Nights, ja, willen we ook. Wil ik ook, laat ik dat zeggen. Ik wil het ook. Nou ja, misschien zit je te kijken en denk je, Pat, ik wil volgend jaar met jou mee naar Walibi Holland. Nou, laat het weten. Misschien kunnen we wel wat afspreken samen, want ik heb nog eigenlijk niemand die mee wil naar Walibi Holland. Ik wil daar wel een compleet arrangement nemen. Of Walibi nog zeggen, van, we gaan die Pat uitnodigen omdat hij zo'n leuke vlog gemaakt heeft van Movie Park of van Bobby Holland. Maar dat weet ik niet, het zal wel niet. Maar ik wil dan wel met Fastlane en zo erbij. Want ja, dan moet je 1 keer moet je groot uitpakken bij Walibi Holland als je daar naar Halloween gaat. Maar ja, toch ook stiekempjes wat pretparkjes gedaan natuurlijk. Ja, en ik vind zwembaden nog steeds mooi. Alleen zwembaden is steeds moeilijker om te kunnen filmen. Dat is een probleem waar je tegenaan loopt. Omdat er een paar keer wat gekke dingen zijn gebeurd in zwembaden. Wordt dat gewoon moeilijker om te filmen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ben bijvoorbeeld in de Deugd geweest. Liep ik elke avond liep ik in het zwembad. En alleen omdat mijn zusje en mijn zwager die wilden dat niet. En mijn moeder wilde niet s'avonds. En dan liep ik elke avond alleen door het zwembad. Vind ik gewoon mooi man. Heerlijk lekker zwemmen. Lampen erbij. Die er dan bij staan. En lekker door die wildwaterbaan roetje. Heerlijk man. Dat vind ik ook nog steeds lekker. En daar geniet ik nog steeds ontzettend van. Ik doe nog steeds zwembadjes. Maar ik film ze niet allemaal meer. Omdat dat, ja, het kan niet overal meer. Ik heb al een paar keer gezeik gehad bij zwembaden. Dat ze zeiden van ja, kom eruit. En dat wordt dan niet zo heel netjes gedaan ook. En dan ben ik er nog eens eentje die daar boos om wordt en dan ga ik in discussie en ja, dat is ook helemaal niet handig. Vuurwerkseizoen, ja, daar proberen we ook altijd gewoon wat moois mee te maken. We hebben dit jaar ook wel mooie dingen mee gedaan natuurlijk. Heb je allemaal wel, dat is pas geleden, daar gaan we niet te veel over zeggen. Dit was het rondje achteruit. Ik hoop dat je genoten hebt. Nog 1 ding als laatste, denk ik dat het nog net kan. Dat is dat er misschien mensen afvragen hoe zit dat met Vincent. We hebben Vincent het laatste stukje van rondje achteruit niet meer gehoord. En we zien hem ook niet meer op je kanaal. Ja goed, ik wil er toch wel wat over zeggen, maar ik ga er niet al te veel over zeggen, omdat er ook niet al te veel aan de hand is. Het ding is gewoon dat Vincent en ik, die zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Dat is al heel lang al een beetje aan de gang. En dat merk je dan. En eigenlijk rond Valkenswaard, tussen Valkenswaard en Middelburg. Valkenswaard is ook de laatste keer dat wij samen op kermis zijn geweest, met die afbouw. En dat nachtje door naar Renesse.
is dat ja, fout gegaan, niet, maar is dat wel stopgezet. En we hebben geen ruzie. Helemaal niet zelfs. Maar het is gewoon aan elkaar gegaan. Omdat we uit elkaar gegroeid zijn. Onze interesses liggen anders. Onze manier van werken ligt anders. Het is verschoven. En daarom hebben wij gewoon gezegd van ja, we nemen afstand van elkaar. Ik zeg ook niet dat het nooit meer goed komt, want dat zou zomaar kunnen dat dat wel goed komt. Maar op dit moment ja, zijn we gewoon los van elkaar. Ik weet dat Vincent nog steeds kermissen bezoekt. Ik bezoek ook nog steeds kermissen. We zullen elkaar vast en zeker tegenkomen op een kermis. En als we elkaar tegenkomen, dan zeggen we hoi tegen elkaar of we maken een praatje. Daar ga ik ook helemaal niet moeilijk over doen. Maar samen kermis bezoeken en in mijn video's komen, dat zit er even niet in. Dat kan misschien nog terugkomen, maar daar zijn we echt te ver voor uit elkaar gegooid. En dat, mocht dat weer gebeuren, mocht Vincent daar behoefte aan hebben, mocht ik daar behoefte aan hebben, dan moet dat eerst weer naar elkaar toe groeien. Dat heeft even tijd nodig. En ja, soms heb je dat. Dan gaan mensen in één keer een andere fase van hun leven in. En dan klapt dat uit elkaar. En dan is het soms ook beter om afstand van elkaar te nemen, omdat het zoveel verschilt met elkaar. En dat is gebeurd. Dus ik wil daar voor de rest ook niks moeilijks over doen. We hebben geen haat naar elkaar. We hebben geen ruzie gehad. Dat wil ik ook niet hebben. Alleen het is gewoon uit elkaar gegroeid. En ja, dat wilde ik dan nog wel als laatste even zeggen. Omdat misschien toch kijkers zijn die afvragen van waar is hij gebleven? Heb je nog wel contact met hem? Nou, dan weet je nu dat ik niet meer vast contact heb met Vincent. Maar dat we wel hoi kunnen zeggen op een kermis. Of een babbeltje kunnen maken op de kermis. Misschien wat negatievere afsluiting. Maar ik hoop dat je toch wat je genoten hebt. 2020 ben je zeker weer welkom om op dit kanaal te kijken. Volgende week, mensen. Volgende week. Spannend. Het is misschien al 2020. Als deze online komt. Volgende week. De jaarvlog. Nieuw op de PTK. De jaarvlog. Een vlog met alle hoogtepunten. En alle grappige momenten uit de vlogs van het afgelopen jaar. En als het goed bekeken wordt, doen we het in 2020 weer. Dan komen we weer met de jaarvlog van 2020. Mensen, blijf in de winter dit kanaal in de gaten houden. Onthoud het, blijf in de gaten houden. Volg me op Instagram, Snapchat en op Facebook. En tot snel met een nieuwe video hier op de PTK. Ik heb er zin in. Ik heb zin in het nieuwe jaar. En ik heb zin in om weer te gaan knallen voor jullie. We doen het met plezier. En ik hoop dat jullie met plezier blijven kijken. En deel dit kanaal ook met jullie vrienden. En aankomend jaar ook de video's met jullie vrienden. Zodat de PTK goed kan groeien. Want hoe meer kijkers, hoe meer lol wij erin krijgen. Niet grappig? Nee, het is niet grappig. Bedankt voor het kijken. En bedankt voor het kijken naar deze serie. Voor deze serie leuk. Doe overal even bij elke aflevering met deze serie een duimpje omhoog. En mocht je ergens een reactie willen plaatsen onder welke editie dan ook, schaam je niet en doe het gewoon. Bedankt voor het kijken. En laat je likken.